tegenwoordig voedsel leveren. Niet alleen voor de exportmarkt, maar ook voor de lokale markt. Je moet bepaalde standaarden zien te bereiken. En dit lab was eerder al gebouwd, is toen in brand gevlogen. We hebben daarna met moeite weer kunnen opbouwen. Maar het heeft diverse aspecten. Je kunt hier een bodem laten analyseren op de diverse elementen. Je kunt je ziekte en plagen laten analyseren. Kortom, zaken die allemaal nodig zijn om de agrarische sector een boost te geven. Maar ook, wat ik eerder zei, de standaarden te halen. Natuurlijk, wat ik eerder zei, die standaarden die we moeten halen. Als je dat niet hebt, zo'n lab, je mag niet exporteren, sowieso niet. Maar lokaal, we moeten onze mensen ook zien te beschermen. Dus kortom, bij de hele voedselproductie is zo'n lab een vereiste. Dit lab is meer bedoeld voor de voedselveiligheid. Voedselzekerheid houdt natuurlijk veel meer in om meer te produceren, genoeg te produceren. Maar het gaat hier om voedselveiligheid.